Dit is hem, de nieuwe Opel Crossland. En in deze video gaan we alles uitleggen over de Opel Crossland GS-lijn. Kijken jullie mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel model of een uitleg over een Opel systeem. Nou, ben je nieuw hier? Van harte welkom en ook leuk dat je onze video's bekijkt. Maar vergeet niet om abonnee te worden. Dit kan heel makkelijk via de knop die nou op beeldscherm komt. En zo krijg je als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video de uitleg geven over de vernieuwde Opel Crossland. De Opel Crossland X was in 2017 uitgekomen en is echt het succesnummer van Opel. Maar deze is nu vernieuwd en hij heeft ook geen X meer, het is nou gewoon de Opel Crossland. De voorkant is vernieuwd, de achterkant is vernieuwd, er zijn ook weer nieuwe kleuren, uitvoeringen en ook bekledingmogelijkheden. In deze video ga ik een nadruk leggen op de GS-lijn, de sportieve uitvoering van de Opel Crossland. En hoe deze eruit ziet en welke mogelijkheden er zijn, dat laat ik je nu zien. Nou, en dit is dus de vernieuwde Opel Crossland. En wat meteen opvalt is natuurlijk de voorkant, de Opel Visor. Het is het eerste bestaande model die deze nieuwe uitstraling ook van Opel heeft. En deze nieuwe voorkant gaan we dus ook zien bij de andere nieuwe modellen van Opel die uitkomen. Nou, de Opel Crossland GS-lijn is standaard ook voorzien van deze zwarte 16-inch lichtmetalen velgen. En dat geeft natuurlijk mooi een sportief uitstraling. En deze zwarte velgen staan natuurlijk prachtig mooi bij het zwarte dak van deze auto. Een zwart dak is ook standaard, maar je kan dus ook kiezen voor een wit dak. Dit hangt even van de kleur van de auto af. En wat ook standaard is bij het exterieur van de Opel Crossland GS-lijn, is deze rode omlijstingstrip. En dat geeft natuurlijk ook een mooi sportief karakter. Samen ook met de rode accenten die in de bekleding terugkomen. Wat ook een verandering is bij de Opel Crossland zijn de achterlichtunits. En daar zien we wat meer zwarte accenten ook in, die doorlopen ook aan de zijkant. En dat geeft natuurlijk ook een mooie, chique en stoere uitstraling. En als we naar de achterkant gaan kijken, dan zien we hier ook de typeaanduiding. Die was voorheen aan de zijkant, maar zit nu in het midden onder het Opel logo. Nou, je ziet het, de Crossland GS-lijn is een mooie sportieve uitvoering van de Opel Crossland. Zeker door deze zwarte lichtmetallen velgen en ook door deze rode omlijsting. Hij is natuurlijk leefbaar in verschillende kleuren en optiemogelijkheden. Nou, en hier zie je dus de verschillende kleuren waar hij in leverbaar is. Hij is ook leverbaar in donkerblauw of zwart. En bij zwart krijg je uiteraard ook een wit dak. Daarnaast zie je ook nog in de donkergrijze, lichte grijze en ook in het oranje of in het rood. Nou, mocht je nou één geheel mooi vinden, dus niet een ander kleur dak, wat hij standaard heeft, dan is het uiteraard ook mogelijk om de auto dus in één carrosseriekleur te krijgen. En hetzelfde geldt voor de velgen. Wanneer je zegt van nou, ik heb toch liever iets lichtere velgen, dan zijn daar uiteraard ook nog mogelijkheden voor. Nou, dit is de standaard bekleding van de Opel Crossland GS-lijn. En je ziet het al, dat deze een mooie rode striping op zit. Vergelijkbaar ook met de GS-lijn die we kennen van de Opel Corsa. Deze AGR-stoel is standaard voorzien van een aantal verschillende verstelmogelijkheden. Zo kan je dus het zitgedeelte wat langer maken. Of uiteraard weer inkorten. Daarnaast is het natuurlijk in hoogte verstelbaar. En ook kun je het voorste gedeelte wat omhoog doen. Hè, dus dat je meer steun in de knieholte krijgt of wat omlaag. Nou, uiteraard is deze ook voorzien van de lendersteun. En natuurlijk kun je de rugleuning ook bedienen. En deze verstelmogelijkheden gelden dus alleen voor de bestuurdersstoel. Nou, ook de achterbank zien we dezelfde bekleding eigenlijk ook weer terug. En ook is deze natuurlijk ook neerklapbaar, zodat je nog meer kofferruimte krijgt. En als we naar de binnenkant gaan kijken, dan zien we hier hele mooie rode accenten. Die ook weer terugkomen. En die komen hier, gaan ook weer hier verder op het dashboard. Nou, voor de rest zien we het dashboard eigenlijk nog vergelijkbaar met de Opel Crossland X. En dat werkt ook allemaal goed. De auto is standaard natuurlijk voorzien van airconditioning en cruise control. En daarnaast zijn natuurlijk ook weer mogelijkheden, bijvoorbeeld onder andere dit navigatiesysteem. Nou, hier hebben we ook nog een aparte video van gemaakt. Ik zal hem bovenuit ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Nou, en kijk ook voor de actuele informatie ook op opel.nl of op onze eigen website. Waar je uiteraard ook je eigen Opel Crossland helemaal zelf kunt samenstellen. Nou, heb je inderdaad vragen over of kom je niet helemaal uit, dan kun je deze hier altijd hieronder in typen. Of stuur een mail naar klantencontact@liewesrode.nl. En hier zien we de kofferruimte die eigenlijk ook niet veranderd is ten opzichte van de vorige model. Wat uiteraard wel een verandering is, is eigenlijk hieronder bij het reservewiel. Want die gaat namelijk niet meer mee aan fabriek. Voorheen kon je die aan fabriek ook bestellen. Maar nu kun je een voorbereiding bestellen. En dan kan de reservewiel die kan uiteraard via de Opel dealer ook besteld worden. En hetzelfde geldt voor deze plank die hier achterin eventueel kan, voor dubbele bodem. Die is ook als accessoire te bestellen. Nou, zoals ik al zei, zijn er natuurlijk tal van mogelijkheden om opties om de auto natuurlijk geheel naar eigen wens ook samen te stellen. En waarbij je zeker even moet denken over deze achteruitrijcamera. Want dat is echt wel een hele fantastische camera. Die geeft dus een beeld naar achter, maar je kan hem ook dus als 180 graden kun je hem ook nog krijgen. Daarvoor moet je uiteraard wel het Navi 5.0 IntelliLink systeem hebben. Maar dan kun je dus de achteruitrijcamera ook op 180 graden weergave krijgen. En dat is echt super handig. Nou, hier hebben we ook een aparte video van gemaakt. Ik zal hem hierboven ook even linken, zodat je die uiteraard ook kunt bekijken.
Nou, en uiteraard komen dan ook nog parkeersoren aan de voorkant mee. Achter parkeersoren zitten er standaard op. Nou, we hebben natuurlijk gehad natuurlijk over de uiterlijke kenmerken van de Opel Crossland X. Hè, dus aan de buitenkant, maar ook van het interieur. Maar onderhuid zijn er natuurlijk ook aanpassingen gedaan. Hè, zo heeft hij ook zijn er ook technische veranderingen geweest. Qua motoren is eigenlijk ook hetzelfde. Deze zijn natuurlijk wel weer iets aangepast in verband met de CO2-uitstoot. Maar deze is nog steeds voorzien van een 1.2 turbo 110 pk. Dat is ook wel de meest verkochte. En daarnaast is hij ook nog in een 130 pk leverbaar. De laatste 130 pk die is ook beschikbaar in automaat. En bij de andere uitvoering, dus praat je bijvoorbeeld over de Edition, die is ook nog leefbaar in een 82 pk benzinemotor. Nou, en de Business Edition die is ook nog leefbaar in een diesel, handgeschakeld of automaat. Nou, en deze zilveren bodembeschermers aan de onderkant van de voor- en achterbumper, die heeft de GS-lijn ook standaard. Nou, de laatste tip die ik mee wil geven is eigenlijk een optie, dus het winterpakket. Je krijgt daarnaast stoel- en stuurverwarming, heb je ook nog de mogelijkheid om een vooruitverwarming erbij te bestellen. En dat is natuurlijk ideaal in de wintersomstandigheden. Nou, ik hoop dat ik hiermee een leuke en duidelijke uitleg geef over de Opel Crossland GS-lijn. Nou, mocht je nog aanvullende vragen hebben, typ ze heel makkelijk hieronder in of stuur een mail naar klantencontact@liewesrode.nl. Want we helpen je uiteraard graag. Nou, mijn naam is Hendrik Liewes, ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week is er weer een nieuwe video en hoop ik dat we elkaar weer zien. Tot dan!